Goedemorgen. En dit is Jake. Ja. En een vlogje. Het is voor mij vandaag donderdag. En er staat vandaag weinig op de planning in verband met het ontiegelijk warme weer. Maar er staat wel iets op de planning. Ik moet namelijk vandaag met Lieve naar het ziekenhuis. En toen ik het vlog weer wilde oppakken, dacht ik, weet je wat? Dit gaan we gewoon eens eventjes lekker doen. Dus vandaar dat ik hier met de dama in mijn handen sta in de keuken. Ik ga een bakje koffie drinken. Dat moet zeggen, dat heb ik wel verdiend. Ik had namelijk koffie gezet en ik ben hem vergeten. Dat heb ik heel erg de laatste tijd. Dus ik koffie vergeet ik dat. En dan staat het er rustig een uur, is het koud. Dus ja, dat is wel vervelend altijd. Ik zit lekker op mijn nieuwe tuinzitje. Op het balkon. Ik heb trouwens lekker een korte broek aan. Een topje en een blouseje. Deze moet een stukje opzij. Zo. Dus ja, ik vermaak me denk ik wel vandaag. Het wordt vandaag wel weer 30 graden. Het wordt super warm. Daar zit ik dan iets minder op te wachten, maar het is niet anders. Ik moet dus straks naar het ziekenhuis met Livia om 11 uur. We gaan weg om 12 uur moeten wezen. Dus dat is wel een drukke dag vandaag. Maar ja, op zich moet kunnen. Ik ga eerst maar eens even lekker chillen en bijkomen voordat ik weer aan de bak ga. Goed, daar gaan we. Ready to go. Livia is het lekker even appelsap te drinken in de wagen. Op naar het ziekenhuis in de warmte. Zo, en we zijn inmiddels in Tecasia beland. Een hele omweg en route moeten lopen. Maar goed, we zijn er. Toch? Goed, hè? Kind heeft het warm, mama ook trouwens. We moeten overgaan naar boven. Nee, we moeten naar beneden. Zo. Op naar route 27. Dat zit helemaal achterin. Het Ecasia. Dus we moeten nog een klein rondje. Het is zo warm. En hier is gelukkig lekker cool. Daar ben ik wel blij mee. Met de lift naar nummertje 3. Het katje. De kindergeneeskunde. Ze gaat lekker schuin hangen in de wagen. Vind ik humor. Als ze er wat lang uit liggen. Of zitten of liggen. Maar op naar de kindergeneeskunde. Jullie zien als ik klaar ben. Tot zo! Goed, ik trok het echt niet meer. Er lagen overal haren. Echt overal. De keuken heb ik niet gedaan, dat doe ik van het weekend. Ook die is echt nodig, maar het is gewoon belachelijk. Tom die was er van het weekend van overtuigd dat hij niet iedere dag hoeft te stofzuigen. Iedere week. Ik ga best een weekje overslaan. Nou, ik werd gek toen ik net alles hier zag. Want het was gewoon helemaal wit van de haren. Overal zag je haren liggen. Ik kan daar slecht tegen. Ik ga even een mop nat maken. Ik trek even schoenen aan. Dan ga ik even mijn yoga met een soort Frans slag de mop door de woonkamer trekken. Dat een soort van schoon is. En daarna dan ga ik gelijk Tommy uitlaten. Dan moet ik nog eten. Livia heeft net gegeten, dus dat is mooi. Maar dan moet ik zelf nog eten. Dus ja, waarom pak ik eigenlijk de fles terwijl ik hier een hele grote beker met drinken heb? Mijn dochter, zoals je misschien dacht van kan horen, is ontiegelijk vrolijk. Die is lekker aan het spelen in de box met knuffeltjes en doen. Dus dat is mooi. Ik ga even sokken en schoenen aandoen en dan ga ik even snel moppen.
En de buiten de hond uit te laten. Livia die is nog in de box aan het spelen. Ik moet zeggen, ik ben nog blij dat zij hier nog gewoon in de box kan blijven om te spelen. Er komt namelijk binnenkort echt wel een tijd dat dat niet meer gaat. En dat ze dan dus meegenomen moet worden naar buiten. Wat allemaal niet erg is, maar ik hoop dat de tijd nog heel eventjes gaat wachten. Want ja, het is allemaal leuk, maar dan moet ik met een wagen en een hond. En Tommy is nou niet echt de hond die lekker rustig meeloopt. Dus ik ga sokken aandoen, schoenen aandoen. En dan ga ik even moppen en naar buiten met de hond. Ik heb trouwens mijn roze Air Force's weer uit de kast getrokken. Namelijk deze Air Force's, roze. Die heb ik een hele tijd teruggekocht. En heel kort gedragen, maar toen vond ik het uiteindelijk net weer niks of zo. En toen dacht ik, weet je wat, het is gewoon fucking zonde om ze te laten staan. Dus ik ga ze gewoon maar weer eens aandoen. Dus zo dus vandaag een dag met me, tenminste nu, want ik had vanmorgen mijn witte Nike's aan. Want ja, het is toch wel zonde om er niet op te gaan lopen, toch? Er is niks mis met lichtroze. Ik was ook nog in het echt heel licht groen. Die loopt trouwens ook echt fantastisch. Maar moet je dan wel meer gedragen? Dus dat is nu de planning. Oké. Ik heb ook heel leuk roze sokken, donkerroze sokken eronder. Af en toe. Hoop ik erbij dat je denkt, nou dit kan echt niet. Ik ga even de mop nat maken. Ik ga de mop door de woonkamer heen halen. En dan ga ik de hond uitlaten. Dan ga ik daarna mijn eigen avondeten klaarmaken. En dan zien hoe de rest verloopt. Ik weet ook nog helemaal niet of Tom thuis komt. Ik moet zeggen, dat vind ik echt wel een irritatie dingetje. En daar kan hij niks aan doen. Maar met zijn nieuwe werkgever nu weet hij dus nooit of hij wel of niet thuis gaat komen. Dat is voor mij wel iets dat ik denk, vervelend. Goed, ik heb gemopt en nu heel even de hond uitlaten, want ook die had helemaal haast. En dan is het wachten tot Tom thuis komt. Ik heb op zich nog niet zo heel veel trek, het is ook al 6:30. En we eten zwaar, maar dus de zinnepan doen is klaar, dus dat scheelt wel. Uiteraard ook versie van de slager, want dat vinden we gewoon echt het lekkerst. En als het kan, dan doen we dat ook gewoon. Dus dat is de planning voor zometeen. Dus ik weet niet of ik de hele week gelijk ga vloggen. Misschien dat ik gewoon vandaag ga editen en dan zaterdag weer uploaden of zo. Misschien, denk ik. Weet ik niet zo goed. Kom. Oké. Dus ja, het is trouwens wel heel raar om een roze Air Force's weer aan te hebben, maar ze lopen heerlijk. Super. Goed, inmiddels is het avond. Even heel veel gedaan. Ik heb inmiddels gegeten, het is 9:30. Liefje, jij ligt in bed. Ik heb in één keer de planning gemaakt om morgen naar Blijdorp te gaan met mijn opa en oma en Liefje. Dus dat gaan we ook doen. Dus alles staat al klaar voor morgen. Ik ben alles in het klaarzet geweest, uitzoeken geweest, opruimen. Ik heb net was opgevouwen, van alles. Dus ik ben echt kapot. Ik ga deze vlog editen. En als ik dat gedaan heb, ga ik hem gelijk uploaden voor... Zal ik hem morgen uploaden? Vrijdag? Zal ik vrijdag ook gewoon een soort uploaddag houden ofzo? Misschien wel leuk om te doen. Dus dat ga ik in ieder geval doen. En morgen ga ik uiteraard ook nog wel even een dag vloggen. Als we in Blijdorp zijn met Livia, maar het zullen gewoon meer lekker sfeerbeeldjes zijn en dat soort dingetjes denk ik. Of ik ga gewoon denk even genieten van het moment zelf. Even de camera lekker thuis laat morgen. Hoe leuk het misschien ook gaat zijn. Nee, ik laat de camera morgen wel thuis. Gewoon even lekker genieten met z'n viertjes. Dus ik ga nu editen en dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie waarschijnlijk weer bij een nieuwe vlog volgende week. Dus bedankt voor het kijken. Doei doei. Correctie, uploaddagen zullen zaterdag gaan zijn, want dat is voor mij iets makkelijker editen gezien ik op de vrijdag ook nog moet gaan werken. Dus de zaterdag. Hou het zaterdag.